Het is een rustige week, er is dus weinig te melden. Dus, ik ben Patrick, het is week 92 van de oorlog. Laten we beginnen. Zoals net gemeld zijn er geen noemenswaardige dingen te vertellen. Dus we gaan direct door naar de zero lines. Er is weer terrein verloren en terrein gewonnen. En dat laatste voornamelijk door Rusland. We beginnen met Avdiivka. Voor de zoveelste week weer de hotspot. Het Russische MOD ziet blijkbaar een enorm strategisch belang in deze vestiging. Er wordt nog steeds vanaf drie flanken aangevallen, waarbij de noordelijke flank voor de Russen de meeste potentie heeft. De Russische strijdkrachten zijn het dorp Stepova inmiddels binnengedrongen en hebben daar een permanente aanwezigheid weten te vestigen. Overigens, mocht Stepova veroverd worden, dan betekent dit niet direct het einde voor Avdiivka. Er is namelijk nog een begaanbare weg die gebruikt kan worden om de Oekraïnse troepen in Avdiivka te bevoorraden. Het echt belangrijke gevecht gebeurt enkele honderden meters verderop, hier om precies te zijn. Hier ligt de Avdiivka Coke Plant. Dit is, of nou ja, dit was eigenlijk een industrieel complex, waar naar mijn idee de sleutel ligt tot het verdedigen van Avdiivka. Mocht dit complex in Russische handen vallen, dan is de enige normale weg binnen vuurbereik van de Russische soldaten. En dan zie ik eerlijk gezegd geen andere mogelijkheid meer dan een Oekraïnse terugtrekking uit Avdiivka. Dan schuiven we een klein stukje op naar Marinka. Ook hier zijn Russische troepen bezig met een opmars in dit dorpje. Het is niet helemaal duidelijk wat de strategie hier precies achter is. Want na dit dorp is er eigenlijk alleen maar niemandsland. En dit is overigens hoe Marinka er nu uitziet. En zo ziet de Russische bevrijding tussen aanhalingstekens er dus uit. Dan als laatste Bachmoed. Hier hebben de Russische troepen het dorpje Kromove bijna weer heroverd. En dat betekent dat het terrein wat gewonnen is tijdens het Oekraïense zomeroffensief aan de noordkant van Bachmoed dus bijna weer ongedaan gemaakt is. Via mijn Patreon kan je beelden zien welke ik niet in mijn video's kan tonen. Ook post ik je nieuws welke de video's niet haalt. Nou, voor slechts 5 euro per maand krijg je toegang tot ongecensureerde beelden. Via deze manier kan je mijn werk supporten. Link is te vinden in de omschrijving. En dan als laatste gaan we alweer naar de statistieken. Links de cijfers van vorige week, rechts die bijgewerkt tot en met vandaag. Nou, zoals gebruikelijk heeft Oekraïne zelf ook verliezen. Deze worden echter niet publiekelijk geopenbaard zolang de oorlog nog gaande is. Nou, dit was het dan voor deze week. Mocht je nog een Telegram-account hebben, dan zijn deze 3 accounts toch wel het volgen waard. Ze zijn wel Engelstalig, maar gelukkig hebben we Google Translate. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.